De crew, nieuw talent en eventuele geïnteresseerden kunnen op de wateren hun hart ophalen en een unieke zeiltrip ervaren. Wat alle zeilers verbindt, dat is natuurlijk de passie voor het zeilen. En dat is ook een van de redenen waarom we dit initiatief ondersteunen. Dus de Holland Ocean, Stichting Holland Ocean Racing maakt het voor jongeren mogelijk, jongeren tussen de 17 tot 3, 4, 25 jaar, om opgeleid te worden tot volmondig crewlid van toekomstige Volvo Ocean Race, races die gehouden worden in de wereld. Ja, Bolsjes die sponsort een VO60 boot, dat is een zeilboot, eigenlijk een Formule 1 zeilboot, die bijzonder snel over het water gaat, van ongeveer 20 meter lang. En daar varen we normaal met een echte crew van een man of 8, 9. Dus een kapitein en een navigator. En daarnaast nog 6, 7 talenten die getraind worden. En die talenten die worden getraind. Ieder weekend wordt in principe gevaren. Of naar Engeland, of naar Frankrijk, of naar België of Nederland. En daar worden de mensen opgeleid en getraind om alle handelingen te kunnen doen die nodig zijn om zo snel mogelijk te kunnen varen. En dat in een teamsport, dus in een teamverband. Dus ja, je moet wel van elkaar op aankunnen om ervoor te zorgen dat je er een succes van maakt. Allereerst is het natuurlijk zo dat wij krijgen van dit soort dingen heel veel energie. Dit zijn hele mooie initiatieven die we ondersteunen. Ook omdat we natuurlijk zelf een passie hebben voor zeilen. Maar aan de andere kant geeft het ook de Bolsjes de gelegenheid om zijn merknaam wat meer en wat breder in de markt te kunnen zetten. Dus eigenlijk voor alle partijen een win-win situatie. Mensen kunnen zich opgeven bij de Stichting Holland Ocean Racing. En die kunnen een dag plannen om met die boot mee te varen. Zoals ik zeg, het is een hele speciale ervaring. Het is geen normale zeilboot. Het is een extreem snelle zeilboot. Heeft hele hoge snelheden gehaald. En dan denk je echt aan 30, 35 knopen per uur. Dat is ofwel 50, 60 kilometer per uur over het water. Met een natuurlijk een stevige bries heb je daar wel voor nodig. Maar het is een hele bijzondere ervaring. Ik heb het zelf een paar keer mogen beleven. En ik ben altijd met een enorme stralende lach en heel veel energie weer van die boot afgekomen. Dus mensen kunnen zich opgeven bij de Stichting Holland Ocean Racing. En voor een beperkt bedrag per dag kan iemand zich inschrijven en meevaren. De mensen die zich opgeven, die kunnen meehelpen aan boord. Hè. Dus ze kunnen helpen om de zeilen omhoog te trekken. Daar heb je wel een aantal mensen voor nodig. Hè. Zoals ik achter me ziet, zijn het toch behoorlijke grote zeilen. Dus ze hoeven niks te doen aan boord, maar als ze willen, kunnen ze meehelpen. Nou, fantastische dag. Heel veel succes ermee. Ja, dankjewel. We hebben er ontzettend veel zin in. En dankjewel.